was welvarend. Burgers vergaarden rijkdom door handel en nijverheid. Ze maakten kennis met vreemde culturen uit alle uithoeken van de wereld. Wetenschap en de kunsten bloeiden als nooit tevoren. Nederland werd een wereldmacht van formaat met als centrum Amsterdam. In die bruisende wereld van activiteit moet dit ongeveer het geluid van de 17e-eeuwse stad zijn geweest dat dagelijks hoorbaar was voor de stedelingen. En in de buitengebieden klonk het platteland. Maar voor wie doof was, bestond deze lawaaiige wereld vol geluiden niet. Dit is de stille wereld van Johannes Topas. Omstreeks 1626 werd hij doof geboren in Arnhem als zoon van Johannes Pas en Humana van der Hagen. Hij groeide op in een gezin met een oude broer Johannes en twee andere zussen, Jacoba en Margriet. 2 jaar na Johannes wordt zijn broertje Dirk geboren, maar die overlijdt al een maand na de geboorte. Maar weer 3 jaar later krijgt hij alsnog een jonger broertje, Bertus. Over het leven van Johannes Topas is weinig bekend. Zijn naam komt hier naar voren in de archieven. Daarvan op te maken dat hij eigenlijk zijn hele leven onder de hoede van zijn familie leefde. En dat vanaf de dood van zijn vader hij zijn hele leven onder voogdijschap heeft gestaan. Niet ongebruikelijk voor een dove in de 17e eeuw.